Tom van het Einde, een van de presentatoren van Eén Vandaag, heeft gisteravond in de talkshow van Renze Klamer een opmerkelijke onthulling gedaan. Hij vertelde dat hij meerdere vrienden heeft die regelmatig producten meenemen zonder te betalen bij de Jumbo. Hij vroeg zich af of hij de enige was die zulke mensen kende. De aanleiding voor zijn bekentenis was het nieuws dat de Jumbo vorig jaar ruim 100 miljoen euro aan omzet misliep door winkeldiefstal. Vooral bij de zelfscankassa's werd er veel gestolen. Rensse Klamer zei dat hij dat wel begreep, hoewel hij het niet goedkeurde. Tom van het Einde daarentegen zei dat hij zich altijd beledigd voelde als hij gecontroleerd werd bij de zelfscankassa. Hij had liever een gewone cassiere die zijn boodschappen scande. De andere gasten aan tafel, waaronder Jan de Hoop, waren geschokt toen Tom van het Einde vertelde dat hij vrienden had die stelselmatig dingen jatten bij de Jumbo. Hij noemde tandpasta als een voorbeeld van een product dat vaak gestolen werd. Hij zei dat hij geen namen zou noemen. Maar dat hij er al spijt van had dat hij erover begonnen was. Hij zei dat zijn vrienden een strategie hadden om de duurdere producten onder in hun tas te verstoppen en te hopen dat ze niet gesnapt werden. Hij zei dat hij dat schandalig vond en dat hij er vaak ruzie over maakte met zijn vrienden. Hij zei dat het een hot topic was op verjaardagen. Hij zei dat hij het niet vond kunnen.